Je hebt jaren geleden heel veel hits gehad. Wat was jouw naam ook Ivo Franklin toen, of ja, niet? Ja, dat is niet veranderd. Geen artiestennaam, hè? Ja, nee, ja. Ja, dat is een eigen leven geleiden. Waarom doe je dat zo weinig nog? Ja, ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dingen lopen zo in het leven zoals als ze gaan. En dan op een gegeven moment, ja, dan ga je, vind je presenteren leuker. Maar ik moet eerlijk zeggen, onder de piraten levert die muziek nog steeds voor jou. Ja, dat krijg ik dan ook wel eens mee. Ik word dan ook nog wel eens regelmatig gebeld voor het allereerste plaatje ooit wat ik maakte. Dat was bij Jack de Nijs, Jack Jersey. Save Me From Myself. En dat schijnt bij de piraten nog steeds een heel danceable liedje. Dus ja. Maar ik heb wel een primeur. Want ik ga een plaatje opnemen. En dat is niet het plaatje van de intro van Toppers van Oranje, maar een echte single. Ja, ja, en die zijn we, as we speak, zijn ze die nu aan het schrijven. Alleen ik heb nog niks gehoord, dus ik moet het ook nog goed vinden. En ik ga niet zomaar wat doen, denk ik. Nee. Maar dat is een plaat en die komt uit welke studio? Ik mag nog niks zeggen. Dit is verrassing. Ja, dit hoor je dan te zeggen natuurlijk in de media. Hè? En dat doen ook alle artiesten. Ja, ik kan er nog niks over zeggen. Ja, vind ik ook zo'n standaard. De grootste wens, hoop, is gelukkig te blijven, gezond. En dat wens ik trouwens iedereen toe. En gewoon stinkertje best blijven doen. En als je dat nou doet, ik bedoel, je hebt lol in het leven. Ik bedoel, dan ben ik al gezegend. En vooral datgene mogen blijven doen, datgene wat ik doe. Want ja, dat is... Ik geloof dat het liedje My Way ooit is vertaald. Dat is mijn leven. Ja, en meer kan ik niet. Had ik maar beter mijn best moeten doen op school.